In het district Marowijnen zijn er kinderen met verschillende thuissituaties, waardoor ze moeilijkheden kunnen ervaren op school. In dat kader wil ABOP-assembleelid Genevieve Jordan dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur op alle scholen in het district zorgleerkrachten plaatst. Dit verzoek deed zij vandaag tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblee. Het is namelijk zo dat we in het binnenland, met name het district Marowijnen, een aantal kinderen hebben die met verschillende thuissituaties zitten, voorzitter. En ik zou de minister vragen om desnoods dit schooljaar nog op alle scholen zorgleerkrachten te plaatsen. Want u weet, vanwege het krappe programma van de leerkrachten komen ze niet eraan toe om deze leerlingen professioneel te begeleiden. Dus minister, graag uw aandacht daarvoor. Verder vroeg zij ook aandacht voor de waterdruk in het bestuursresort Albina. De mensen kampen daar al geruime tijd met een laag waterdruk. En aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen wil ik een urgente issue onder de aandacht brengen. Het gaat om het waterdrukprobleem in het resort Albina. Het is zo dat de mensen daar te kampen hebben met een heel lage druk, zelfs de dorpen. Ja, en maar van dat is nu niet aan de orde. We hebben over energietarieven. Ja, voorzitter. We hebben straks de begrotingsbehandeling waar u dit van soort zaken. Ja, en in deze COVID-periode, voorzitter, hebben de mensen meer dan ooit stromend water nodig nodig hebben, voorzitter. De vergadering in de Nationale Assemblee vandaag gaat niet alleen over het onderwijsproces, maar ook over de COVID-19-situatie in het land en de EBS-tarieven.